Ja, Danny, een 4-1 zege op Jong Sparta. Dit is een uitstekend vervolg op de overwinning bij Katwijk. Ja, absoluut. Was ook de insteek vandaag. De overwinning bij Katwijk had alleen nut als je vandaag ook zou winnen. Dat hebben we gedaan op een fantastische manier. Tegen een sterk Jong Sparta. Een aantal spelers van naam erbij, of in ieder geval in de A-selectie. Als je dan met 4-1 wint, dan moet je tevreden zijn. Ja, tot aan de 1-0 had Jong Sparta dan nog wat kansen. En daarna is de overwinning eigenlijk amper in gevaar geweest. Nee, eens. Al vond ik wel dat Sparta ook gewoon de eerste helft twee goede kansen krijgt om een goal te maken. Daar deden wij het niet goed. Maar oké, wij maken 3 goals en we missen ook nog 1 of 2 kansen. In de tweede helft missen we ook nog een paar kansen. Al vind ik wel in een fase dat we niet goed staan, dat we onze concentratie verliezen. En daar krijg ik weer zo'n onnodige tegengoal. Daar blijf ik kritisch op, want daar ben ik gewoon niet blij mee. Maar overal verdienen de jongens een compliment als je tegen dit Sparta met 4-1 wint. En misschien niet eens geflatteerd. Dan verdienen ze complimenten. Ja, vandaag een basisplaats voor Appie. Dan heeft hij naar behoren ingevuld. Nee, maar Appie is een fantastische speler. En het enige wat hij nog moet leren is dat hij soms zichzelf niet te veel druk op moet leggen. Maar die jongen die heeft het absoluut in zich om het betaald voetbal te halen. Dat is zijn drijf. Daar doet hij elke dag alles voor. Het is verademing om met zo'n jongen te werken. Dus ik ben er ook van overtuigd dat hij dat gaat halen.